Hallo, ik ben Ilona en ik wil toch nog een keer naar die strepen in de lucht gaan kijken. Want ik krijg de laatste tijd heel veel berichten, foto's, mailtjes van wat is hier aan de hand. Ze zijn weer bezig. Het zijn vaak ook kruisen in de lucht. Mijn gevoel is gewoon dat het de witte hoeden zijn en dat er ook goede dingen naar beneden gebracht worden, gesproeid worden. Juist om ons te ondersteunen en ons gezonder te maken, wat ook effect heeft. We zijn natuurlijk jarenlang vergiftigd. Dus ja, als je dan in één keer gezonde of goede dingen binnenkrijgt, krijg je daar ook reacties op. Dan heb je ook van die detox-reacties. Maar goed, ik wil nog even kijken hoe dat zit met de strepen. Eentje vliegt eruit. Kijk, we hebben de dood. Dat is een hele mooie kaart. Die leg ik bovenaan als de invloeden op de centrale kaart. De centrale kaart is gerechtigheid. De ster in het verleden. De koningin van pentagrammen onder gerechtigheid. En we hebben het oordeel voor de toekomst en de zon. We hebben hier vijf grote arcana kaarten. Wat betekent dat dit heel belangrijk is. Ik voel aan alles dat de witte hoeden dit gewoon overgenomen hebben. En ik denk dat ze meerdere dingen hiermee willen bewerkstelligen. Ten eerste is dit ook het einde van dat dit gebeurt. Ik denk dat ze het ook bewust laten zien. Dat mensen ook steeds meer zien van waar slaat dit op. Dat mensen daarin ook wakker worden. Hè? Dat laat het zien aan de mensen. Dat ze overdreven aan het spuiten zijn of sproeien zijn. Dat mensen echt denken van ja, dit kun je niet meer ontkennen. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft om te laten zien wat er al die jaren gebeurd is. Het heeft ook een functie volgens mij, want ik zie dit in het verleden liggen, wat voor mij staat van bescherming van de andere, off-world, van buitenaardse, andere dimensies. Dit is ook om te zorgen dat bepaalde dingen niet gezien worden. Het is een soort wolkendek wat ze daar neerleggen, zodat daarboven nog allerlei dingen gebeuren. En dat is ook belangrijk. Dus we worden daarin beschermd. En op dit moment gaat het om gerechtigheid, gaat het om balans terugbrengen. Dus er gebeuren ook dingen boven ons wat wij nu nog niet mogen zien. Het heeft ook, volgens mij, sproeien ze ook bepaalde dingen naar ons die eigenlijk alleen maar ten goede voor ons zijn, wat een effect kan hebben op onze gezondheid. Want mensen vergissen zich daarin ook dat het lijkt alsof ze zieker worden, maar dat is ook een manier om uit te zuiveren. We zijn echt al zo lang met allerlei troep bestookt op allerlei manieren. Ze hebben het via de lucht, via het water, via ons eten. Allerlei manieren hebben ze allerlei stoffen in ons gebracht. En dat duurt even voordat dat uit ons systeem komt. En als er dus goed iets, dat heb ik al uitgelegd bij sommige, niet alle, maar sommige homeopathische reacties, dat wil ik er even bij zetten. Iemand heeft me daar ook op geattendeerd die zelf met homeopathie werkt van. Niet altijd, maar vaak als je een goed middel hebt of iets dat echt past, krijg je eerst dat het dingen erger worden. En een heleboel mensen hebben ook vaak, als ze dus een streep zien, oh, dat zijn weer de zwarte hoeden. En die gaan dus eigenlijk al indenken dat ze ziek gaan worden. Ja, dan word je dat ook. Dus ik denk dat we dat een beetje los mogen laten. Ik zie het alleen maar als positief. Ik voel ook uit de kaarten dat hier helemaal geen zwarte negatieve energieën meer achter zitten. Maar dat dit ook om weer mensen wakker te maken, ook om mensen te helpen en te ondersteunen in hun zuiveringsproces. Dus ons juist sterker te maken. En dat dit alleen maar ten positieve zal zijn. Dus ik heb het gevoel dat die strepen in de lucht. En kijk gewoon wat resoneert. Als jij het gevoel hebt van nee hoor, dat zijn nog steeds de zwarte hoeden. Dan is uiteraard gewoon volg je eigen gevoel daarin. Voor mij voelt het gewoon als witte hoeden. Als ik een streep zie en ik moet zeggen, ik heb al een dagenlang geen streep gezien in de lucht. Als ze er weer zijn, word ik daar niet bang voor van en heb ik het gevoel van, nou, dit is gewoon ter ondersteuning. En misschien is dat gewoon sowieso goed om te bedenken, want uiteindelijk manifesteren wij wat we geloven. Dus als we het zien als iets heel positiefs, dan zal dat alleen maar onze energie gaan versterken. Dus dit wil ik nog even meegeven over de strepen in de lucht. Daarnaast kwam ik nog iets tegen over dat mensen die de wespestek hebben gehad, blijkbaar na hun dood ook nog codes uitstralen. En ik denk dat dat zeker ook is. Ik heb het gevoel dat de wespestek sowieso ook iets veroorzaakt.
dat heeft ook met de 5G te maken. Dat het een combinatie is om mensen te volgen, om mensen te beïnvloeden. Het heeft met het transhumanisme te maken. Daar heb ik heel lang geleden nog een video over gemaakt. Dus duisteren wilde ons gewoon veranderen in slaven. En dan in een vorm van half menselijk, half machine. Dus ze wilden ons echt gaan beïnvloeden op die manier. En dit hoort daarbij. Ze wilden ons echt gaan beïnvloeden. Als je natuurlijk iemand kan volgen overal en je hebt effect via frequenties, dan kun je iemand ziek maken. Je kunt iemand bij wijze van spreken dood neer laten vallen. Je kunt iemands stemming beïnvloeden. Je hebt dan eigenlijk alle macht om dingen naar je hand te zetten. Ik wil er toch even een kaartje op leggen. Even kijken. We hebben de page van bekers. We hebben de 5 van bekers. We hebben de koningin van zwaarden, dat is in het verleden, de page van pentagrammen. En we hebben de 9 van zwaarden voor de toekomst en de koning van zwaarden. Ik denk dat er meer en meer naar buiten gaat komen dat dat dus ook gebeurd is. En ik denk dat dat heel verdrietig zal zijn voor een heleboel mensen om te realiseren dat ze echt iets in hunzelf hebben gespoten dat hele vergaande gevolgen heeft. Het voelt voor mij ook echt dat ze dingen in je aan het veranderen zijn. En je kan het zo ver trekken als dat ze je gewoon van je ziel willen afhalen. Of in ieder geval willen afschermen. Dus ik heb wel het gevoel dat dit gewoon klopt. Want er is natuurlijk een heleboel naar buiten gekomen van nou klopt dit wel, klopt dit niet. Maar ik geloof wel met de wespensteek dat ze mensen kunnen volgen. Dat ze precies weten waar je bent. En dat ze dingen met je kunnen doen via dan de 5G, dus de combinatie van 5G. En ik denk dat dat meer en meer naar buiten gaat komen. Een heleboel mensen gaan hier heel verdrietig, teleurgesteld op reageren als dit echt naar buiten komt. Dit is dus een kans om ook mensen weer wakker te maken, om mensen te laten realiseren. Dat zijn beide kansen. Dit is dus echt een kans op emotioneel gebied. Dit is een kans, eigenlijk een heel concrete kans. Dus ik denk dat mensen dat ook gaan meemaken met hun lichaam en hoe ze reageren op dingen. En het zal heel veel stress en heel veel angst naar boven brengen. En dit is eigenlijk ook belangrijk dat mensen gaan inzien hoe ze zijn gemanipuleerd. En op wat voor niveau we eigenlijk praten van deze manipulatie. Want dat gaat echt heel, heel diep. En ik word er eigenlijk een beetje onpasselijk van. Maar goed, dit is er gebeurd. En dat is ook waar mensen dus onbewust gewoon toestemming voor hebben gegeven. Zelfs als mensen dus, of je nou bewust of onbewust, als jij daar naartoe gaat en je hebt het gehaald, heb jij toestemming gegeven. Of je nou begrijpt wat er gaande is, of mensen je nou voorgelogen hebben, dat maakt dan uiteindelijk niet uit. Dat is eigenlijk een hele enge gedachte. Ik wilde ook nog even gaan kijken naar shedding, want dat heeft er ook mee te maken. Ik denk dat de wespensteek of meerdere manieren wilde de duisteren dat gaan gebruiken. Ten eerste dus om je te volgen en je echt te kunnen beïnvloeden via 5G. En ten tweede dus omdat er iets ontstaat in je lichaam. Er wordt eigenlijk een soort eiwit aangemaakt en dat wordt ook niet gestopt. Dus je lichaam blijft maar doorgaan, want er is een boodschapper ingebracht, als ik het goed begrepen heb, met de wespensteek. Wat dus aan jouw lichaam de opdracht geeft om eiwitten aan te gaan maken en aan te gaan maken. Nou, die eiwitten veroorzaken allerlei klachten. En het kan dus heel goed dat je die eiwitten ook via ademhalen, via aanraking aan anderen kan doorgeven. Dus ook aan mensen die niet de wespensteek hebben gehad. Ik moet eerlijk zeggen, en ik ga er ook zo even een kaartlegging over doen, niet op mijn persoonlijke, maar gewoon over shedding. Dat ik mijn gordelroos ook gekregen heb door 2 dingen. Ten eerste had ik op dat moment natuurlijk heel veel verdriet en ook heel veel gewoon stress, emoties, waardoor mijn immuunsysteem natuurlijk ook zakte. En ten tweede heb ik natuurlijk op het afscheid van mijn oom vele mensen de hand geschud. Die mensen, een heleboel mensen, zijn gewoon de prikken gaan halen. Want het is eigenlijk een hele vreemde plek om gordelroos te krijgen.
Meestal is het op je, ja, op je romp of bij je gezicht of in je nek. Dus het is eigenlijk heel apart dat het precies de rechterhand is waarmee ik natuurlijk ook mensen de hand heb geschud. Nu ben ik natuurlijk mezelf aan het ondersteunen en ik ben natuurlijk ook bezig met het loslaten of transformeren van mijn emoties. Dus ik word natuurlijk ook sterker waardoor alles nu, want je ziet ook dat het al vele malen beter gaat. Dus wat dat betreft is mijn lichaam al aan het herstellen. Maar ik heb wel het gevoel dat sharing daarmee te maken heeft. En ik wil er gewoon even naar gaan kijken met de kaarten. Want daar krijg ik ook vragen over, van hoe zit dat nou met shedding. We hebben de 2 van bekers. We hebben de 7 van zwaarden. We hebben in het verleden, krijgen we 3 kaarten, dat is interessant. De hoge priester, bekers 10 en pentagrammen 2. We hebben de 7 van staven onder de 7 van zwaarden en de 3 van zwaarden voor de nabije toekomst en de aas van bekers. Nou, hier ligt eigenlijk al in het verleden de hoge priester, wat voor mij echt een duistere invloed is. Dus ik geloof echt wel dat dat er ook bij hoorde om via shedding ook anderen eigenlijk te beïnvloeden. Je moet wel begrijpen dat degenen die geen wespensteek hebben gehad, want dat heb ik natuurlijk niet, wij zelf maken die eiwitten niet aan. En dat is heel belangrijk, want wij hebben natuurlijk die boodschapper niet binnengekregen. Maar de eiwitten die iemand afscheidt, kunnen ons wel even, die gaan door ons systeem en daarna verlaten ze ons lichaam weer. Dus die kunnen wel een bepaalde schade aanrichten. Maar omdat ons lichaam zelf niet die eiwitten aanmaakt, want we hebben die boodschapper niet, verlaat het ons lichaam weer. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. En ik heb ook het gevoel, en dat krijg ik er ook een beetje uit, dat wij een stuk gunstiger staan dan we zo denken. Het ligt er ook heel erg aan dat als wij onze energie hoog houden, ons bewustzijn heel hoog houden en dus ons immuunsysteem hoog houden, dat we ons ook geen zorgen hoeven te maken. Ik denk dat je dan veel minder beïnvloed zal worden door eiwitten of in ieder geval door het shedding van anderen. Ik denk dat als je echt een hele hoge energie hebt, dan hoef jij je geen zorgen te maken als je met mensen omgaat die geprikt zijn. Kijk, in mijn geval, ik had daarnaast dus ook emotioneel nog veel te verwerken. En dat had een effect op mijn immuunsysteem. Dus ik heb het gevoel dat het daarmee te maken heeft. Dit is ook de 7 van zwaarden. Dat is ook proberen stiekem weg te lopen en denken dat je ermee wegkomt. Dus ik heb ook het gevoel dat shedding eigenlijk effect heeft als jezelf niet goed in je vel zit. Als je zelf niet goed jezelf verzorgt. Dus dan kan je zeker last hebben van shedding om je heen met mensen die heel veel geprikt zijn. In dat geval raad ik je ook aan om te gaan helen en jezelf te beschermen. Er zijn ook bepaalde supplementen die je kan slikken. Daar kun je gewoon informatie over op vinden op het internet als je dat gewoon intikt. Het is heel belangrijk dan dat je jezelf ondersteunt, maar ook dat je jezelf beschermt. Als je merkt dat als je met veel geprikte omgaat, dat je merkt van hey, dit gaat niet goed, neem dan even afstand en kom even goed tot jezelf. Zorg dan ook goed voor jezelf. Want in de nabije toekomst of de toekomst zal er meer van die oude pijn omhoog komen. De zwaarde 3 staat vaak ook voor oude pijn. Kijk, het is al gebeurd. De mensen die de wespensteek hebben gehad, dat heb ik al aangegeven. We weten gewoon niet wat voor effect dat zal hebben. Het ligt helemaal aan wat iemand heeft gekregen. Hoe het bewustzijn van iemand is. Want uiteindelijk geloof ik ook echt dat wij echt krachtig genoeg zijn om alles te veranderen uiteindelijk. Maar het gaat er wel om dat je dat bewustzijn dan ook hebt. En als je vrij onbewust leeft en je hebt dit gehad, is de kans ook groot, ligt er ook aan wat je hebt gehad. Want er zijn ook nog placebo's die rondgingen. Dan zal er schade ontstaan en kan je ook uiteindelijk wegvallen. Heeft ook weer met zielscontracten te maken en het is veel groter dan we zo kunnen zeggen. Dus dat is heel moeilijk om aan te geven van, ik kan niet zeggen iedereen die de wespensteek heeft gehad, nou die gaat binnen zoveel jaar wegvallen. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Dat weet ik ook helemaal niet. Ik heb het gevoel dat er gewoon heel veel oud pijn op dat vlak naar boven kan komen. Dat mensen zich echt beginnen te realiseren wat er gebeurd is, wat ze eigenlijk gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook met waar ik het net over had, dat je dus een bepaalde code uitstraalt, dat mensen je dus eigenlijk
van buiten kunnen gaan beïnvloeden. Maar dit is ook een kans om een volledig nieuw begin te maken, ook emotioneel. Dus ik denk dat er heel veel oude pijn, heel veel oude troep naar boven gaat komen als mensen zich gaan realiseren wat er echt gebeurd is. En dat dit dan weer een kans is tot heling en tot emotionele heling en een nieuw begin te maken emotioneel. Want dat is heel belangrijk. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon wil meegeven, als je de wespensteek hebt gehaald, zorg gewoon goed voor jezelf. Kijk of je jezelf kunt ondersteunen. Het gaat voor mijn gevoel uiteindelijk om je bewustzijn en hoe bewust jij met je energie omgaat, hoe je hier uiteindelijk uitkomt. En het kan ook heel goed dat het met iemands zielscontract te maken om juist aan de andere kant, dus vanuit de spirituele wereld, te helpen en te ondersteunen. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat voor effect het uiteindelijk zal hebben, maar dat er aardig wat of heel wat mensen uiteindelijk gaan wegvallen, dat is wel zeker. Dat is tenminste ook mijn gevoel. Uiteindelijk kunnen ze volgens mij ook nog geholpen worden door de MedPads. Ik weet niet wanneer dat uitgerold gaat worden, dat weet ik echt niet. Maar mijn gevoel is dat die technologie er gewoon is. Dat het ook op dit moment wordt gebruikt voor de kinderen die uit de tunnels worden gehaald. En voor de mensen die daarbij geholpen hebben om ze daaruit te halen. Dus als een soort ondersteuning ook. Die hebben natuurlijk ook een heleboel dingen gezien. Dus ik voel gewoon dat ze er zijn, de MedPads. Kijk dus ook altijd of dat resoneert met je of niet. Maar de MedPads kunnen je eigenlijk alleen maar helpen vanuit als je een bepaald bewustzijn hebt, in die zin dat je het begrijpt wat er precies gebeurd is en dat je echt contact hebt met je energie daarover. Dus als er bijvoorbeeld behandelingen worden gedaan, dat mensen ook inzicht hebben in waarom het ontstaan is. Want ons lichaam geeft van alles aan. Dus alles wat we zien in ons lichaam heeft een bepaalde, het is eigenlijk een bepaalde roep die jouw lichaam geeft. Van hey, kijk hiernaar, hey, dit gebeurt er. Dit is er aan de hand. Je lichaam is natuurlijk je hart geworden energie, zo gezegd. Dus als jij je energie verandert, kun je uiteindelijk ook je lichaam veranderen of genezen. En de MedPads kunnen daarbij ondersteunen, maar alleen als je inzicht hebt in wat er gaande is in je lichaam en in je energie. Hier wil ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Daag!